deze nieuwe video. Vandaag ga ik een volledige make-up tutorial maken met alleen maar mijn duurste make-up. Ik heb zo'n video al echt een aantal jaar geleden gemaakt, maar ik dacht het is misschien wel weer leuk om weer zo'n video te maken. Mijn kanaal is altijd over het algemeen meegericht op betaalbare make-up, goedkopere make-up producten, omdat ik daar gewoon echt van hou. Ik hou ervan om goede, betaalbare make-up te vinden, maar ik heb ook een heleboel high-end, dure make-up die ook echt geweldig zijn. Dus ik ga vandaag gewoon van elk make-up categorie het duurste make-up product pakken die ik heb. Dat betekent absoluut niet automatisch dat het ook mijn beste producten zijn. Want dat iets heel duur is, betekent niet dat het ook altijd heel goed is. Wat eigenlijk wel zo zou moeten zijn, maar toch is het helaas niet altijd zo. Maar dat is dus wat we vandaag gaan doen. En laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we beginnen met de video. Nou jongens, pakken we er weer even iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. Voor de mensen die als mij op dieet zijn, pak een lekkere komkommer of zo. Ik ga vandaag weer voor een draagbare look. Ik weet niet of het jullie al opvalt, maar de laatste tijd maak ik vooral draagbare looks. Terwijl ik daarvoor echt altijd hele extreme looks maak. De reden daarvan is niet omdat ik het niet meer leuk vind om die extreme looks te maken of zo. Ik vind het nog steeds veel leuker dan de draagbare looks. Maar ik maak nou vaak video's vlak voordat ik wegga. En dan moet ik er een beetje normaal uitzien. Dus dat is de reden dat ik nu ook vaak voor een draagbare look kies. Maar ik denk dat jullie dat ook wel fijn vinden af en toe om gewoon een look te zien die je ook oprecht kunt dragen. In plaats van al mijn heftige kleurrijke cut crease looks. Maar laat het me vooral weten als jullie genoeg hebben van de draagbare looks. Want dan ga ik gewoon weer terug naar de extreme looks. Ik ga binnenkort weer een aantal maken. Een van de duurste primers die ik heb en ook een van mijn beste primers is de Too Faced Hangover Primer. Met een bedrag van 30 euro is dit een van mijn duurste primers. Mijn Milk Hydro Primer zit er met 1 euro slechts onder. Ik had eigenlijk verwacht dat die meer was, maar ik heb het opgezocht. En de Too Faced Hangover is echt absoluut een eurotje duurder. Dus deze ga ik vandaag gebruiken. Dit is ook echt gewoon een goede primer. Is echt het bedrag waard. Het laat je make-up goed lang zitten. Het maakt je gezicht mooi smooth en egaal. En het hydrateert mijn huid goed. En dat vind ik ook heel erg fijn. Het voelt aan als een hele zachte crème. Het voelt echt heerlijk aan op je gezicht. En het ruikt lekker. Ik heb absoluut niks slechts te zeggen over deze primer. Echt geweldig. De duurste foundation die ik heb is mijn Fenty Beauty Foundation. Met 36 euro staat deze ook heel erg hoog. Ik heb de kleur 240. Ik hoop dat die gaat matchen, want ik had gebruind en dan is die altijd te licht voor mij. Maar de bruining is er al wel weer een beetje vanaf. Ik ben alweer redelijk licht, dus ik hoop dat die gaat matchen. Ook deze foundation geweldig. Ik gebruik mijn W7 Cosmetica spons. Die is ook echt super fijn en die is wel goedkoop. Deze foundation blijft lang zitten, maakt mooie mat, niet te mat, niet te droog. En is gewoon al met al een super goede foundation. Ook voor als je een lange dag hebt. Als je echt wilt dat je make-up lang goed blijft zitten, dan is dit echt de foundation voor jou. Ik heb hem gehad in PR. Hij is volgens mij helaas niet te koop hier in Nederland. Je hebt hem bij Sephora en zo. Als je hem echt graag zou willen, kun je hem bestellen bij de Sephora uit Frankrijk. Dan betaal je geen douane of zo, omdat het gewoon uit de EU komt. Wat ik ook echt super vind aan deze foundation is dat hij echt goed inblendt in de huid. Je kunt helemaal niet zien dat je echt veel foundation op hebt of zo. Het smelt gewoon helemaal mooi in de huid. Echt amazing. Dan ga ik verder met concealer. Met een bedrag van maar liefst 29 euro staat mijn Huda Beauty Concealer op nummer 1. En ook dit weer is echt een goede concealer. Ik heb hem in de kleur Nougat. En dat is de perfecte kleur voor mij. Wat wel is, deze concealer kan een beetje dikkig aanvoelen op de huid. Want hij is echt super dik. Hij dekt echt super goed. Dus dat is echt top. Als je echt een concealer wil die echt amazing dekt, is dit echt de concealer voor jou. Alleen hij kan een beetje dik liggen op de huid als je te veel aanbrengt of niet de goede producten ermee mixt. En ook als je een hele droge huid hebt, is het misschien ook niet echt de geschikte concealer voor jou. Want hij is echt best wel mat. Maar voor mensen met een vettige huid, een normale huid, dat soort dingen, gaat hij echt gewoon top zijn. Ik raad hem ook niet aan voor de mensen met een iets oudere huid. Daarvoor vind ik hem ook niet geschikt. Want die mensen hebben hier best wel veel rimpeltjes en zo. En dat gaat er echt in zitten. Want hij is best wel dik. Voor mij is hij echt geweldig. Ik vind hem echt amazing. Hij zit mooi op de huid. Gewoon echt top. Dan ga ik ook gelijk in met mijn duurste cream contour. En die is ook van Huda Beauty. Dit is de Huda Beauty Tattoo. Die is bijna 30 euro. Ik heb de kleur medium. Ook deze is echt top. Is echt gewoon een goede cream contour. Ga ik gewoon nou alles goed vinden? Of wat gaan we nou precies doen? En deze breng ik ook een beetje aan. Let wel op, de kleuren zijn donker. Dit is de kleur medium.
En het is echt een donkere kleur. Dus let daar wel een beetje op met als je gaat bestellen. By the way, Huda Beauty is gewoon te koop in Nederland. Dat weten voor de een of andere rare reden nog steeds heel veel mensen niet. Je hebt het gewoon bij de Beauty Editor. En dat is een winkeltje in Amsterdam. Je kunt er gewoon heen. Of je bestelt online bij hun. Ik bestel gewoon altijd online bij hun. En daar heb je gewoon officiële Huda Beauty producten. Dus dat wilde ik nog eventjes laten weten. Ik ga weer alles inblenden met mijn wc-spons. Kijk hoe makkelijk dit ook inblendt. Echt top. Wat ik wel nou ook weer merk is dat die concealer, die Huda Beauty concealer, moet je echt snel inblenden. Ik ben nou eigenlijk al echt een beetje te laat, vooral op mijn neus. Die moet je echt snel inblenden. Dus als je ook cream contour gaat aanbrengen, blend eerst de concealer uit. Daar heb ik dus nou mee gewacht. Dat was niet zo'n slimme zet. De duurste poeder die ik heb is van Jeffree Star Cosmetics. Deze heb ik in de kleur beige. Is eigenlijk een iets te donkere gelige kleur. Maar ik had beter een lichtere kleur kunnen pakken. Maar deze is 23 euro. Kost 1 euro meer dan mijn make-up studio poeder. Dus deze wint vandaag. Dus deze ga ik vandaag gebruiken. De geur is echt super heftig van dit product. Echt way too much. Maar oké. Hij is wel fijn. Het is gewoon wel echt gewoon een fijne poeder. Nou ga ik een Huda Beauty product mixen met een Jeffree Star product. Hun twee zijn niet echt de beste vrienden. Oh mensen, die geur is echt... is echt te veel. Oh my god. Jullie denken echt dat ik nou echt super dramatisch ben, maar dat is echt niet. Ik denk dat iedereen die deze poeder ook heeft, dat echt wel weet. Het is echt te veel. Wauw, ik heb deze poeder echt al super lang niet meer gebruikt, maar hij werkte echt super goed. Ook als support, ik heb niet echt meer. Zijn poeder is wel goed. Al zijn make-up is by the way allemaal wel goed. Dan is het ook tijd voor poedercontour. Dat gaan we ook nog doen. En mijn duurste poedercontour paletje is deze van Kat Von D. Dit Shade & Light Contour paletje. Dit is in de kleur Deep, want je had verschillende varianten. En ik gebruik deze donkere kleur. En hiermee ga ik een beetje mijn neus contouren en mijn wangen. Deze is hier ook niet te koop. Deze heb ik gehaald in Spanje bij Sephora. En dan ga ik ook nog in met een pressed poeder. Ik gebruik deze van Benefit. Deze is super fijn. Ik heb hem in de kleur 2 en is ook gelijk de duurste. En zoals je kunt zien, vaak gebruikt. Echt een van mijn favoriete pressed poeders. Officieel gezien is dit een foundation, een poeder foundation. Maar zo gebruik ik hem niet. Ik gebruik sowieso nooit poeder foundation, want dat vind ik gewoon echt niet fijn. Vooral omdat mijn huid naar de droge kant neigt. Dus ik gebruik die altijd voor wat extra dekking en verlichting hier onder mijn ogen. En dan het enige goedkope product die ik vandaag gebruik is deze van de Action van Max & More Fixing Spray. Dit is de enige fixing spray die ik gebruik midden in mijn proces, dus daar heb ik geen dure voor. Ik gebruikte altijd, by the way, hiervoor MAC Fix Plus. Dat is dan de dure variant van deze stap. Alleen die heb ik niet meer, want sinds ik deze heb ontdekt, haal ik echt geen MAC Fix Plus meer. Oké, ik ben voor nu weer eventjes klaar met mijn basis. Ik ga nu beginnen aan mijn ogen. Mijn duurste oogschaduwpaletjes zijn deze grote paletjes van Huda Beauty. Maar liefst 65 euro. Niet te doen hoe duur deze prijzen zijn. Ik vind wel allebei mooie en fijne paletjes. Dat wel, maar niet de prijs waard. Ik ga gewoon echt heel eerlijk zijn met jullie. Deze paletjes zijn gewoon geen 65 euro waard. Deze zijn 40 euro waard, naar mijn mening. Dit is het Dusk paletje. Dit is mijn fave. Deze is echt super mooi. Is al wel best wel oud. Maar wel echt een prachtig paletje met ook zo'n pressed glitter hier. Echt hele mooie kleurtjes. En dan heb ik hier de Rose Gold Palette Remastered. En dit is ook echt een prachtig paletje. En deze glanzende kleuren hier. Hier, hallo, focus. Ja, hier zijn allemaal best wel apart. Het zijn een beetje van die rare creamachtige producten. Dus ik moet nog even kijken welk paletje ik ga gebruiken. Ik weet het niet jongens, welke zal ik gebruiken? Konden jullie maar eventjes stemmen ofzo? Nou, ik denk dat ik ga voor... mijn Rose Gold Palette Remastered. Deze ga ik gebruiken, dus we gaan even inzoomen op de ogen. Mijn ogen zijn nu al gepruimd met die Huda Beauty Concealer, dus dat is al gedaan. Ik ga beginnen met deze lichte matte kleur hier, die heet The Mirror. En met mijn Zoeva 228 Fluffy Quads ga ik die kleur royaal aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met deze matte donkerdere kleur hier. Die heet Henna. En daarvan pak ik echt een heel klein beetje. En die kleur breng ik ook aan in mijn arcadeboog. Om het iets donkerder te maken. Ik wilde gaan voor een beetje een bruinachtige look. Maar het wordt nou allemaal iets meer roze. Maar dat is ook mooi.
Dan ga ik in met deze donkerbruine matte kleur, die heet Coco. En deze kleur breng ik aan met mijn Zoeva 227 kwast. Is een beetje een platte, fluffy kwast. En die breng ik vooral hier aan in de buitenste hoeken om het donkerder te maken en een beetje smoky. En dan trek ik het zoals altijd ook weer een beetje door in mijn Arcaro. Maar ik ga niet helemaal naar binnen. Ik ga tot ongeveer de helft en dan blend ik het uit naar buiten. Besef even dat ik de geur van die Jeffree Star poeder gewoon nog steeds ruik. Wat een ellende zeg. Oké, er is hier een kleur die mij echt aanspreekt, dus ik wil hem gaan gebruiken. Ik was niet van plan om zo'n donkere look te maken, maar ik ga het toch gewoon doen. En dat is deze beetje het groenige achtige kleur Dubai. Een hele aparte kleur. Ik heb die nog nooit gebruikt, zie ik hier. Dat is echt een hele donkere kleur. Ja, I like it. Ik was echt van plan om te gaan voor een bruine, naturel, gouden look. En ik ben nou letterlijk gegaan voor roze en groen. Dus letterlijk helemaal iets anders, maar dat maakt niet uit. Deze kleuren moet je ook echt aanbrengen met je vinger. Deze glanzende kleuren brengen vreselijk aan met een kwast. Dus dat is denk ik wel handig om te weten voor jullie. En dan ga ik weer een beetje blenden bij de randen. Ik ben hier iets te veel naar binnen gegaan. Oh my god. Maar wel echt prachtig dit jongens. I like it. Lekker donker zo. Dan pak ik weer die donkere kleur Coco. Dan breng ik die weer hier een beetje aan. En dan blend ik het in met die glanzende kleur. Gewoon een heel klein beetje. Niet te veel. Maar het moet wel een beetje terug hier. Ik heb nog nooit zo'n donkere look gemaakt met dit paletje. Dit paletje is by the way wel echt heel goed. Die matte kleuren blenden echt amazing. De glanzende kleuren zijn mooi als je ze met je vinger aanbrengt. Ik vind alleen echt gewoon €65 overdreven. Maar dat is gewoon mijn mening. Ik ga ook een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Ik gebruik deze van Kiko nummer 4. Ik heb daarvoor verder niks duurs. Dit is het duurste bruine oogpotloodje die ik heb. Dus deze ga ik gebruiken daarvoor. En dan pak ik weer die donkerbruine kleur Coco. Breng ik ook aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik ook deze lichte glanzende kleur Moondust. En die wil ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. Ik hoop dat het gaat lukken. Deze kleur is gewoon een normale glanzende kleur. Dus die pakt gewoon goed op met een klein kwastje volgens mij. Ja. Die andere kleuren zijn een beetje zo'n putty substantie. Als je weet wat dat is. Een beetje zo'n soort van klei-achtig iets. En die brengen gewoon niet aan met een kwast. Gewoon absoluut niet. Die pakt die gewoon helemaal niet op. Maar deze kleur is gewoon een normale glanzende kleur. Dus dat gaat prima. Ik breng ook een beetje aan onder mijn wenkbrauw. Met gewoon wat nog op de kwast zit. Niet te veel. Helemaal top. Dan is het tijd voor eyeliner. Mijn duurste eyeliner is ook van Huda Beauty. Huda Beauty is gewoon altijd zo duur dat bijna elke productcategorie ik voor Huda Beauty moet gaan. Dit is hun Life Liner. Super fijn. Gaat niet van je ogen af. Dus als jij een wing maakt en je maakt hem iets te dik. Je wilt nog iets veranderen. Gaat hem gewoon niet worden. Het gaat er gewoon niet af. Dus dat is aan de ene kant is goed. Want dan gaat het er niet af de hele dag door. Maar aan de andere kant, als je een foutje maakt, kun je dat niet echt mee veranderen. Dus als je aan het beginnen bent, raad ik hem niet aan. Maar als je al goed bent in dit, dan raad ik hem zeker aan. Deze heeft ook een zwart oogpotloodkant. Die is ook echt goed. En een eyelinerkant. En die ga ik nu gebruiken. Nou, hij is bijna leeg. Dus het was een beetje een gedoe om hem goed aan te brengen. Maar het is gewoon gelukt. Ik ga ook het oogpotloodje kant gebruiken voor de bovenste waterlijn. Dat doe ik ook altijd. Tijd voor mascara. De duurste mascara die ik heb met een prijs van maar liefst €25, bijna, is deze UNG mascara. Dit is echt een super fijne mascara. Ik heb de 4D Miracle mascara. Ik gebruik deze altijd vooral voor de onderste wimpers. Want de applicator of het borsteltje of hoe je het ook zegt, wordt zo van breed naar dun en is echt ideaal voor de onderste wimpers. Dus daar gebruik ik hem altijd voor. Echt een hele fijne mascara. Dus deze ga ik ook weer gebruiken. Tot nu toe is eigenlijk alles gewoon wat ik heb gebruikt fijn. Het enige waarbij ik niet zo eens ben met de prijs zijn de oogschaduwpaletjes. Maar al met al zijn die gewoon ook goed. Ik vind het gewoon net een tikkietje te duur. Waren ze maar gewoon €40 of zo. Dat was echt meer dan genoeg geweest. En dat is al duur. Dan neppe wimpers. Het duurste wimpermerk die ik hier heb in mijn la zijn van Queen Tarzi. En ik heb een aantal van hun, maar die ik vandaag ga opdoen zijn Ivy. Zijn hele mooie, lange, beetje spiky, wispy-achtige wimpers. Die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Tijd om mijn gezicht te gaan bronzen. Een van mijn favoriete stappen, want ik hou van bronzen. Mijn duurste bronzer is deze van New Standard. Maar liefst €40. Super duur voor een bronzer. Ik heb de kleur Toasted Coconut.
En het is echt wel echt een prachtige matte bronzer. Het is ook een mooie luxe verpakking. Hij is ook een beetje zwaar. Hij gaat lekker dicht. Je hebt ook een spiegeltje. Dus je betaalt niet 40 euro voor echt een crappy product met echt een crappy verpakking. Dat niet, maar 40 euro vind ik redelijk aan de hoge kant. 30 euro is eigenlijk wel een beetje mijn max qua bronzers. Deze bronzer heb ik gewoon gehad in PR, maar ik moet wel zeggen, het is echt een hele goede bronzer. Dus als je nog op zoek bent naar een goede matte bronzer, dan raad ik hem toch wel echt zeker aan. En je hebt hem nog in twee andere kleuren. Ik heb volgens mij de donkste kleur of de medium kleur. Eén van de twee heb ik, maar ze hebben dus drie kleuren. Maar dit is echt een perfecte kleur voor mij. Ook een mooie warme bronzer en de kleur is gewoon echt perfect. Niks op aan te merken, niet te warm, niet te koud, niet te oranje. Dus gewoon echt een hele goede perfecte bronzer voor mij. I love it. En wat ook altijd fijn is, poederproducten zoals bronzer en zo gaan altijd super lang mee. Dus als je dan één keer 40 euro betaalt, is het niet zoals een foundation dat je dat dan elke twee maanden moet gaan betalen of zo. Bronzers gaan echt gewoon jaren mee, dus dat is wel top. Dus de blush die ik heb is van MAC Cosmetics, 25 euro voor een blush, lekker aan de hoge kant. Dit is in de kleur Peaches en het is een sheer tone blush. Ik heb gezien bij een aantal mensen die deze blush hebben, die hebben iets van heu, er komt niet heel veel kleur vanaf en dat soort dingen. Dat is de blush, het is letterlijk een sheer tone blush, dat staat er ook bij. Dus het is echt voor de meiden die gewoon een heel klein beetje een blushje willen, niet te heftig. Dus niet zoals hoe ik het altijd doe. Wat wel is, is dat hij echt... Ik heb een haartje hier. Oh my god. Wat wel echt is, hij is echt opbouwbaar. Ik breng altijd best wel veel aan. En dan komt er echt gewoon genoeg kleur van af. Maar let dus op, als je hem haalt, dat het niet een blush is die je echt heel goed gaat zien. Dus als je dat zoekt, raad ik hem niet aan. Ook vind ik 25 euro ook weer voor een blush redelijk duur. Maar de kleur is echt prachtig. Ik heb ook echt geen enkele kleur die hierop lijkt. Het is echt een hele specifieke kleur en echt amazing. Maar dat heeft MAC Cosmetics heel vaak. Hun hebben heel vaak bij hun lipsticks ook. Hebben ze hele specifieke kleuren die je gewoon bijna nergens kunt vinden. En dat maakt vaak MAC Cosmetics voor mij echt wel top. Oké, highlighter. Ook een van mijn favoriete stappen. Ik ga voor een highlighter paletje. Omdat die toch wel meer kost dan gewoon een losse highlighter. Mijn duurste highlighter paletje is van Anastasia Beverly Hills. De Glow Kit. Echt een old school paletje. Maar nog steeds echt een van mijn faves. Dit is de Sun Dipped versie. Maar liefst 50 euro te koop bij Douglas. Deze is vaak gebruikt zoals je kunt zien. Is deze kleur mijn favoriet. Deze kleur matcht perfect voor mij. Ik raad hem ook gewoon nog steeds echt aan. Het is echt een goed highlighter paletje. Het is ook echt een old school fave van heel veel meiden. En van mij ook gewoon echt een top product. Ik gebruik weer deze kleur natuurlijk. Ik ga nou deze kleur mixen met een beetje van de donkere kleur. En die breng ik dan hier aan. En dan pak ik weer die lichte kleur Summer met een kleine bullet kwast. Voor mijn neus. Dat doe ik ook altijd. En normaal breng ik het ook aan in de binnenste ooghoeken. Maar daar heb ik nou al dat oogschaduwkleurtje gedaan. Dus dat hoeft niet meer. Oké, qua lipsticks is het een beetje moeilijk. Want ik heb er echt zoveel. Maar volgens mij is echt een van mijn duurste lipsticks. Deze van Huda Beauty. Een tikkietje duurder dan MAC Cosmetics. Deze is iets van 22 of 21 euro. Dus ietsje meer dan MAC. Want die zijn 20 euro. Dit is de kleur Staycation. En dit is echt een prachtige bruine nude kleur. Ik vind het ook echt een hele goede lipstick. Ik ga hem wel combineren met mijn Morphe Sweet Tea lip pencil. Want hij is net te licht voor mij. Kijk, echt een prachtige nude kleur. Het is ook een hele, ja, beetje aparte kleur. Zo'n kleur vind je niet heel snel, maar I love it. En dan als laatste nog setting spray. Mijn duurste is mijn Urban Decay All Nighter. Nou mensen, ik voel me eigenlijk echt super high class nou. Alles op mijn gezicht is gewoon letterlijk duur. Alles. Alles wat ik heb gebruikt is high-end. Mijn gezicht ziet er echt amazing uit. Mijn huid is heel erg mooi. De ooglook is mooi. Al met al zijn gewoon alle producten die ik vandaag heb gebruikt echt gewoon goed. Er is niks waarbij ik denk, die is het niet echt waard. Ja, gewoon sommige prijzen vind ik gewoon net een tikkietje te hoog. Maar alle producten presteren echt gewoon geweldig. En ik raad ze ook gewoon aan omdat ze gewoon echt goed werken. Dus ik ben er echt heel blij mee. Laat me weten wat je vindt van dit look, van alle producten, van de video en al dat soort dingen. Ik vind het altijd super leuk als jullie comments achterlaten, want ik lees altijd alles en dat geeft me ook weer motivaties om mijn video's te maken, snap je? Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!